Oh, ja, ze kent dus. Ze aan het keuzen, hè? Het is ook in orde, hè? Maar hij is gezeten. Allee, wacht, ik ga het anders doen. Ja, oké. Waar heb je gezeten? In Bajol. In Bajol. Bajol? Ja, dat is hier vlak over de grazen. Nou ja, ik weet wel wat Bajol is. Hoe kan je dat zo? Kan je deze... Kan je een meisje tegenkomen? Ja, op café van Frankrijk. En zegt ze van, voilà, ja, ik ga het opnieuw. Dat is niks, niks. Café van Frankrijk, sorry, hè. Oh. Oh. Hm. Bij jou. Archie. Ja. Op de deur. En bij jou. Bij jou? Ja, dat is hier vlak over de grazen. Kom, wat er deur. Bij jou. Bij jou? Ja, dat is hier vlak over de grazen. Dat was de deur, het was al. Nou, ik heb plan. En bij jou? Bij jou? Ja, dat is hier vlak over de grazen. Mm. Kan je dat zo? Nou, een beetje tegenkomen. Wat zei ze? Zei ze wel, hij ziet dus. Maar ja. Ja. Dat is zo pijnlijk. Moeilijk. Oké. Okay. We zijn er deur. Ja. Bij jou? Ja, dat is hier vlak over de grenzen. Kan je dat zo? Ik heb deze meisje tegengekomen, Franses, en opnieuw. Hij praat, bij jou, mijn zin is weg, maar ja. Wat dan? Oké, vanaf het begin, derde. Ja, fuck it, yeah, man. Ja, man. Actie! Dat is heel goed. Hoi, dus ik heb twee. Hoe dan stel aan de handen nou? Actie, stil terug voorbij. Actie! Jongens, wat hard te doen, eens. Hoi, dus ik heb twee. Zie je aan het keuzen, hè? Dat moet ook gebeuren, hè? Wat zeg je dan? Is het oké dat ik erbij kom? Wat kom je eigenlijk doen? Ik vind dat dit passeert, hè. Dat is mijn gewoonte, hè. Als er iemand die uit de bak komt, plotseling van de raad uit verdwijnt. Maar ja, dit is gepasseerd, hè. Maar dat is mijn gewoonte, hè. Als er iemand die uit de bak komt, plotseling van de raad uit verdwijnt. Waar heb je gezien? En bij jou? Bij jou? Ja, dat is hier vlak over de grenzen. Ja, ik weet niet wel bij jou ligt, hè. Kan je dat zo? Kan je niet zo? Verdomme, jongens. Ga gewoon verder. Ga verder met een tik. Meisje tegenkomen. En Frankrijk is van vlak over de grenzen. Ik heb me zin er toch van af, verdomme. Ja, ik kan... Ja? Meisje leren kennen. Ja, kan ik een meisje leren kennen? Ja, een Française. En zegt ze, van vlak kan ik jullie bij jou leren kennen. Versta je dat? Dat komt uit het he. Wat bedoel je? Allee, je is gewoon een verklaring van het feit dat hij afwezig was tijdens je werk. Uren. Ja, komt goed uit he. Wat bedoel je? Dat je is gewoon een verklaring van voor je afwezigheid tijdens de wettelijke werkuren. Dat we zeggen dat er geen dingen voor is, hè? Verklaring. Zit aan.